Ik ben Egbert Brouwer, energieadviseur van DCZ Duurzaam Wonen. En ik werk samen met de gemeente Zwarte Waterland. Om uiteindelijk van het aardgas af te gaan, zijn er vele maatregelen nodig. Misschien bent u daar al mee bezig, maar misschien weet u ook niet hoe u dit moet gaan aanpakken. En daarom wil ik het hier hebben over de te nemen maatregelen. De maatregelen die vat ik samen in de Big Five. Allereerst hebben we het isoleren. We hebben het ventileren, we hebben het koelen, we hebben het verwarmen en we hebben zelf energie opwekken. Je begint altijd met isoleren. Hierbij moet je denken aan spouwmuurisolatie, vloer- en bodemisolatie, HR++ glas of misschien zelfs trippelglas in de leefruimte. Heb je alles geïsoleerd, dan moet je ook goed rekening houden met het ventileren. Hierbij zit ik te denken dus aan kruipruimte, ventilatie, ventilatieroosters in de ramen, met name weer in die leefruimten. De nieuwere woningen hebben zelfs mechanische ventilatie en de allernieuwste woningen hebben balansventilatie. Na het ventileren gaan we het hebben over koelen. Ik wil het hier volstrekt niet hebben over airco's, dat zijn energieslurpers. Maar ik wil het hier hebben over de zonnewering. Plaats uw zonnewering voor het glas, dus op het kozijn, op de gevel. En laat ons 's nachts en 's avonds de nachtkoelte in uw woning trekken. Als vierde hebben wij het verwarmen. We hebben op dit moment nog steeds de ketel. Nou, die is er nog maar een paar jaar en dan zal deze wereld toegaan naar de warmtepomp. In de bestaande woningbouw hebben we het principe lucht-water. Dat betekent dat er buiten een soort airco staat, die zuigt lucht aan en die brengt dat naar binnen. De warmtepompen die heb je op het moment in een hybride uitvoering. En een hybride betekent half gas, half elektra en alle elektrische uitvoering. En dat is aardgasvrij. Dan hebben we nog het energieopwekken. Als je met de energieopwekken aan de gang gaat, dus de zonnepanelen, moet je eerst zorgen dat je elektrahuishouding goed op orde is. Kijk eerst op je dak hoeveel ruimte je hebt. Heb je niet voldoende ruimte, kijk dan even naar collectieven in de omgeving. Ja, dit waren de Big Five. Maar laten we eerlijk zijn, dit kost geld. En daarvoor zijn er diverse regelingen. We hebben subsidies, landelijke subsidies en gemeentelijke subsidies. Ja, dit scheelt dus enorm in uw investering. Mocht u dit verhaal aanspreken en u wilt aan de slag, ja, dan kunt u mij gratis op bezoek krijgen. Ik kom bij u thuis en aan de keukentafel gaan wij uw woning analyseren. Meld u aan op de site zwartewaterland.nl/duurzaam-je wonen. Hopelijk tot ziens.